Slecht geweten? Meer dan een blackout. Mix van misselijkheid, hoofdpijn en verkeerde beslissingen. Kun je leven met die mix? Ik kan met alles leven. Als je wat is. Ja. En die recept van onze patroon hier. Ik kwik er wel van op. Zeg maar. Je komt mij bekend voor. Volgens mij ken ik je. Ik ben Jason. Zoveel manieren om met mij te flirten en jij kiest die je ziet. In deze bar zijn elke avond wel mannen of vrouwen die denken mij te kennen. Maar het kan, hè? Je hebt al sinds niet de looks van iemand dat ik zou vergeten. Misschien van een vorig leven dan? Wie weet. Of in een volgend leven. Anders geen zin om naast mij te komen zitten met een drankje dat ik betaal. Nog niet. Maar vraag je het straks nog eens als ik klaar ben met werken? Stijn, pak hier eens over als je wilt. Dan kan ik beginnen met de quiz hier. Heb je geen zin om mee te doen, Jason? Goh, ik hou niet zo van spelletjes. Je wilt het ook bewijzen ten opzichte van mij? Zou mij aan dat tafeltje daar zitten? Die missen nog een man. Bedankt allemaal om aanwezig te zijn op onze wekelijkse café-quiz. En het thema van deze week is... Valentijn. Vraag 1. Rond welk jaar begon de traditie van Valentijn? Vraag 2. Ik ga een stukje voorlezen uit een bekend toneelstuk waarin Valentijn vernoemd wordt. Ik wil de naam van het stuk en van de schrijver. Tomorrow is Saint Valentine's Day. All in the morning be time. And I, a maid at your window, to be your Valentine. Then up he rose and donned his clothes and dubbed the chamber door. Let in the maid that out a maid never depart more. Er gebeuren rare dingen. Welk type revolver is het beste om een Valentijn-date brutaal te verstoren? Wat doe jij hier? Ik vraag wat jij hier doet. Wie zeg je? Deze is mijn vriendin. Wat doe jij hier? Laat me doen, zeg! Wat doe jij hier? Doe wat doe jij hier? Lilith. Ik ben klaar. Lilith, nee dan. Dat was een ongeluk. Ik wou gewoon bij u zijn. Lilith! Lilith! Lilith!